We zijn momenteel bezig aan de bouw van de nieuwe kratwasinstallatie om de groene klapkatten van de Colruyt Groep winkels te wassen. Er is momenteel een tendens op de markt dat eigenlijk de starre kratten worden omgeschakeld naar een groene klapkrat, omdat dat veel minder plaats inneemt in het retourtransport. Sowieso investeren we daarin vanuit duurzaam ondernemen. En ook omdat we de installatie zo efficiënt mogelijk willen intekenen. Vandaar hebben we dat ook samen met de leverancier en ook met ondersteuning van EPS als team gedaan. We werken met verschillende teams op het project. Wij van het technics team hebben ons vooral gefocust op het design technisch maken van de installatie en alles uitwerken, simuleren, maar ook planmatig alles in orde brengen. Mijn collega's en ik van Logistics Engineering hebben het project dan langs de logistieke kant bekeken. Dus we hebben gekeken of dat de oplossingen die Ruben en zijn team zijn uitgekomen, of dat deze ook matchen met onze processen en de logistiek zelf. Bij samenstelling van het team is er vooral gekeken naar competenties en talenten, maar ook motivatie. Het is uiteindelijk wel een vrij jong team geworden, maar dat maakt het ook wel leuk. Mijn rol is voornamelijk om de huidige installaties af te breken en tijdelijke installaties op te bouwen die dan eigenlijk de volledige transitieperiode overbruggen. Het moeilijkste eigenlijk aan het project was dat wij moesten opbouwen en afbreken terwijl er wel nog productie verder gaat. Tijdens de afbraak hebben we heel veel materialen proberen te recupereren. De bedoeling was eigenlijk om zoveel mogelijk materialen een tweede leven te geven. Ja, het was toch wel zeker een uitdagend project met zeer strakke deadlines. Dat was niet zo makkelijk om helemaal na te leven, maar uiteindelijk is het toch wel gelukt. We zijn eigenlijk als team volledig voor gegaan en iedereen heeft wel zijn uiterste best gedaan. Wat het leuke aan werken met zo'n jong team is dat de sfeer wel leuk is en iedereen is echt gemotiveerd. Ik denk dat er ook wel veel ervaring al is opgedaan en dat biedt dan weer perspectieven naar de toekomst.